Goedemorgen allemaal. Ik verlang naar u. Ja, als, je, als je Jezus gaat leren kennen, ga je naar God verlangen. Klinkt een beetje vreemd, maar dat is precies wat Jezus is komen doen: de Vader tonen. Wat er in het hart van God is. En als je Jezus gaat leren kennen, ga je naar God verlangen. En daarom willen we zo graag dat mensen Jezus leren kennen. Dat is ook het doel van de Alpha Cursus. De leiding van de Alfa wist dat ik zou spreken en die zei, oké, ik kan nog een beetje reclame maken. Maar ik vind dat je dat niet kan doen. Ik vind niet dat je hier als je gaat preken moet vertellen, Joh, over tien dagen, 23 september, half acht is die eerste introductie. Heb je nou vrienden, collega's, buren die geïnteresseerd zijn in het christelijk geloof? Vertel ze dan dat het begint. Ik bedoel, dat kunnen ze allemaal lezen natuurlijk. Dat staat op de dia, op de site, dat je je moet aanmelden bij alpha EGHW of bij Pleunkruidenier. En mensen weten wel dat het leuk is, dat je lekker eten krijgt, dat het leerzaam is. Tien avonden lang horen over wie Jezus is, over het christelijk geloof. Dus dat gaan we niet doen, want het is tijd om te preken. Maar de alfa-cursus, ik mag er zelf ook een beetje leiding zijn, dus. Soms denk ik over die alfacursus, wat wil je nou nog meer? Als je getuigen wil van Jezus en er komen mensen en die gaan daar zitten... en die gaan gewoon luisteren naar wat jij te vertellen hebt over het christelijk geloof. Dat is toch super? Ze luisteren, ze zijn geïnteresseerd, je kan ze vertellen wie Jezus is. Je kan ze vertellen wat de blijde boodschap inhoudt. En zo eenvoudig is het doorgaans niet in het dagelijks leven. Als je contact hebt met je, met je collega's of op school, met medeleerlingen, met iemand die je vriend is, maar die niet gelooft, is het best moeilijk. Want ze komen over het algemeen niet naar je toe en zeggen van... joh, gast, heb je nog even tijd om over Jezus te praten? Wil je nog eens uitleggen wat het evangelie is of het christelijk geloof? Hoe zit dat nou? Dat gebeurt eigenlijk nooit. Zelden. Maar wat mensen wel graag doen, zeker Nederlanders... en hoe dichter je bij Rotterdam komt, hoe makkelijker ze dat doen... is hun mening geven. Hey, je kan vragen stellen aan mensen. Als het zo ter sprake komt, ga gewoon eens vragen stellen. Want dan weet je gelijk waar ze staan, wat ze al weten, welke misverstanden er misschien zijn over wie Jezus is of het geloof wat dat inhoudt. En dan kan je aansluiten. En heel vaak kan je zeggen, joh, ik ben het eigenlijk wel met je eens. Die Jezus, daar geloof ik ook niet in. Maar ik geloof wel in deze Jezus. Ik geloof wel dat het christelijk geloof dit betekent. Want er zijn zoveel misvattingen. ...over wat het geloof inhoudt. En als je aan mensen zou vragen... Eh, ...wat het christelijk geloof betekent... ...of wat zij denken dat wij hier in de kerk geloven... ...dan krijg je zo'n beetje het volgende verhaal. Als het goed is, gaat het in beeld komen. Oké, okay, daar hebben we de aarde... En op die aarde, nou, daar zijn wij, daar ben ik. En wij leiden ons leven. En dit is ons leven. En wij proberen zo goed mogelijk te leven. Als christen moet je goed je best doen. Dus regelmatig heb je iets goeds gedaan, dan zit je ruim boven die lijn. Maar je faalt ook wel eens en dan zit je daar. Maar over het algemeen probeer je toch boven de lijn te blijven. En dan als het doek valt eind van je leven, eind van de tijd, dan zijn er twee opties. Of je gaat naar de hemel, of je gaat naar de hel. En globaal is dit wat mensen denken dat de inhoud van de Bijbel is. Je doet je best, je probeert te zorgen dat de weegschaal doorslaat naar de goede kant, goede daden. En afhankelijk van wat je weet en wat je gelooft over wie Jezus is, wat hij heeft gedaan, is de keuze dat je naar de hemel gaat of je komt in de hel. En de hel is dan een soort ondergrondse martelkamer waar God mensen pijnigt. En de hemel is een heerlijke plek met licht en harpen en engelen en mooi en fijn en iets van dat God daar is en dergelijke. En misschien, als je zo eens kijkt, moet je zeggen van ja. Eigenlijk is dit ook wel globaal wat ik begrepen heb van de Bijbel. Dit is toch ook het verhaal? Nou dan hoop ik dat u vandaag door een iets andere bril naar de Bijbel wil gaan kijken. Dat u iets anders leert kijken naar wat het verhaal, de rode lijn van de Bijbel is, het plan van God. Want toegegeven, er zitten hier dingen in die kloppen. Er is waarheid in, maar het zijn allemaal stukjes, kleine stukjes waarheid. En die maken een verhaal die niet behulpzaam is, die niet een goede samenvatting vormt van de inhoud van het christelijk geloof. En wat is hier nou mis mee? Dat is natuurlijk de grote vraag. Allereerst, het komt niet overeen met wat de Bijbel laat zien. En dat is toch wel belangrijk. En ten tweede, het komt niet overeen met wat Jezus leerde. De boodschap die hij kwam brengen en het onderwijs wat hij gaf en het leven wat hij leefde. En wat is dan de werkelijke boodschap? Als we dat gaan zien, is dat zo kostbaar om over te dragen aan mensen. Want dat zal de mensen aanspreken. Ze zullen het beter begrijpen. Ze kunnen het beter kunnen, beter kunnen pakken. En we gaan lezen in de Bijbel, want daar moeten we toch onze inzichten uit halen. In Markus hoofdstuk 1. We beginnen gewoon aan het begin van het Evangelie. Markus hoofdstuk 1. En daar lezen we het begin van het Evangelie van Jezus Christus. Nou, dat lijkt me een hele goede start. Het begin van het Evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God. Nou, daar willen we meer over weten. Over dat Evangelie, over Jezus. Wie is hij? Waar gaat dat over? Dit is vers 1. Dus in vers 2 zullen we waarschijnlijk iets vinden over hoe komen we nou in de hemel en hoe kunnen we voorkomen dat we in de hel belanden. Vers 2. Het is zoals geschreven staat in de profeten, zie, ik zend mijn engel voor uw aangezicht, die voor u uit de weg gereed zal maken. De stem van een die roept in de woestijn, maakt de weg van de Heer gereed, maakt zijn paden recht. Hey, waarom staat hier niks over hoe ik in de hemel kom dan? Vreemd genoeg zien we dat de blijde boodschap, het Evangelie van Jezus Christus, de zoon van God de Messias, dat dat gekoppeld wordt door Marcus aan een uitspraak van profeten. Jezaja, en er is ook een uitspraak van Malachi. En dat zijn profeten die leefden honderden jaren daarvoor. Dus blijkbaar komen wij terecht in een verhaal wat al veel eerder is begonnen, wat al veel langer speelt. Het, het evangelie, het, de goede boodschap, is niet een nieuwe uitvinding in het Nieuwe Testament. Ontstaat niet pas met de komst van Jezus, maar. Heeft al veel oudere papieren blijkbaar. Het is alsof je, kijkend naar de serie De Lord van de Rings, in deel 2 begint. En dan denk je, waar gaat dit over? Je snapt helemaal niet wat het begin is, wat de oorsprong is van dit, goede, van dit goede nieuws, die blijde boodschap. En je ziet dat geciteerd wordt uit Jezaja. En Jezaja, die zegt, bereid de weg van de Heer. Blijkbaar komt de Heer dus. Bereid we de weg van de Heer, maak een gebaande weg voor onze God. Jezaja 40, vers 3, vind je het? Een gebaande weg voor onze God. God legt een weg aan. Tussen zichzelf en de mens, tussen de hemel en de aarde. En het, in vers 5 lezen we: De heerlijkheid van de Heer zal geopenbaard worden. Hé, hey, dus met dat God komt, wordt ook iets van zijn heerlijkheid zichtbaar. Dat is goed nieuws, dat gaat komen blijkbaar. En alle vlees tezamen zal het zien. Alle vlees, dat betekent iedereen die leeft. En ook verder in, in Jezaja staat hoe liefelijk op de bergen zijn de voeten van hem die het goede boodschapt. Die vrede laat horen. Die een goede boodschap brengt van het goede. Die heil laat horen en die tegen Sion zegt, uw God is koning. Het gaat dus over God die verbinding maakt met de aarde. God komt eraan, een weg wordt bereid. Hij komt en hij brengt vrede. En hij brengt heil. En heil, wat is dat? Dat is geluk, dat is voorspoed, dat is redding, verlossing. En wie zegt dit hier? Jezaja zegt dat namens God tegen het volk Israël. En het volk Israël was door God speciaal uitgekozen om hen lief te hebben. Om een bijzonder omgang met dat volk te hebben. Hij wilde koning zijn van het volk. En hij wilde dat het volk op aarde onder zijn heerschappij zou leven. Onder zijn zegeningen. En God sloot een verbond met Abraham. Om die reden. Al in Genesis 15 lees je dat. Abraham wordt door God aangesproken. En hij zegt, Abraham. Je bent oud, maar je gaat een zoon krijgen. En vanuit die zoon ga ik een groot volk maken. Een onvoorstelbaar groot volk. En dat volk zal ik zegenen. En dat volk zal ik. Een speciaal eigen gebied geven op aarde. Een eigen land krijgen ze. En ook al in Genesis 15 zei God. ze gaan 400 jaar verdrukt worden. En dat gebeurt precies zo. En van, omdat God een belofte had gedaan aan Abraham, Isaac en Jacob. gaat God ook dat volk bevrijden uit die verdrukking. En dat duurde zo'n 400 jaar. En als dat volk dan uit Egypte is geleid. jullie kennen waarschijnlijk die geschiedenis. Exodus, lees het maar na komen ze in de woestijn en God belooft hen te leiden naar een eigen gebied, naar een beloofd land. En dan zegt God het volgende, als jullie aandachtig naar mij luisteren en mijn verbond bewaren, dan zult gij uit alle volken mij ten eigendom zijn. Want de hele aarde behoort mij toe. En gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn, een heilig volk. God wilde hun koning zijn. Dat was Gods plan. Een volk onder zijn heerschappij, wat op aarde zou floreren, wat zegen zou ontvangen, wat iets zou laten zien van de liefdevolle koning die over hen heerst. En hij wilde ze een veilige ruimte geven. Dat, dat land, dat beloofde land, moest bevrijd worden van de inwoners. En dat was ook niet alleen omdat God een plekje nodig had, maar de inwoners hadden het ook vreselijk bond gemaakt. En het duurde best een tijd voordat dat gebeurde, want God zei: eerst moet de maat van hun ongerechtigheid vol zijn. En dat was ook een, een oordeel van God, dat die volken werden verdreven. En God wilde een veilige plek, waar dat volk volgens dat nieuwe normaal, volgens de woorden van God, de wetten en inzettingen van God, zou kunnen leven, afgescheiden van de heidenvolken om hen heen. Maar ze faalden keer op keer. Elke keer deden ze niet wat God van hen vroeg. Elke keer gingen ze afgoden dienen. Op een gegeven moment wilden ze een eigen koning hebben, terwijl God koning wilde zijn. Maar ze wilden een zichtbare koning. En Saul kwam, David kwam, Salomo, vele koningen daarna. En vele koningen waren, uh, waren slecht, deden wat kwaad was in de ogen van God. En als, en als het echt op een dieptepunt komt, dan zegt God: En nu laat ik een vijandig leger jullie hele land plunderen. Jeruzalem wordt vernietigd, de tempel wordt uh, gesloopt en het volk wordt weggevoerd in ballingschap. Echt een dieptepunt in het plan van God met dat volk Israël. En dan komt Jezaja. Dan komen die uitspraken die we zojuist gelezen hebben en dan zegt Jezaja goed nieuws. Er komt verandering. God baant een weg. Hij gaat komen. Hij zal koning zijn en aan zijn koningschap komt geen eind. Hij zal rechtvaardig zijn. Hij zal vrede brengen. Hij zal uh, hij zal heil brengen. Hij zal zijn heerlijkheid tonen. Hij laat zijn volk niet in de steek. Dat was een goede boodschap toen al. In de tijd van de ballingschap. En als Jezus dan op aarde verschijnt, zoals we lazen in Marcus... dan is dat een climax, dan is dat een hoogtepunt in het goede nieuws, in het evangelie. De vervulling van de belofte van God aan Israël. Hij komt zijn volk redden. We hebben er al diverse keren over gezongen. En dan gaan we in Marcus verder lezen. In vers 14 staat, nadat Johannes overgeleverd was... In welke Johannes is dat? De doper, inderdaad, ging Jezus naar Galilea in het noorden en hij predikte het Evangelie van het Koninkrijk. Ah, dit willen we weten. Wat is dat Evangelie van het Koninkrijk? Hier gaan we het horen uit de mond van Jezus zelf. Vers 15, hij zei, de tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabij gekomen. Bekeer u en geloof het Evangelie. Geloof het Evangelie. Dat is dus iets wat hij net gezegd heeft. En wat zei hij net? De tijd is vervuld. Het is zover. Wat, er is iets wat is dan gekomen? Het Koninkrijk van God. Dat is het goede nieuws. Het Koninkrijk is gekomen. Volgens Jezus omvat de boodschap die hij kwam brengen, de reden van zijn komst en de inhoud van dat goede nieuws. Niet dat wij ergens heen gaan naar hemel of naar de hel, maar dat Gods Koninkrijk op aarde komt. Dat God iets gaat doen in deze wereld. God komt. Zie je het verschil in dit verhaal? Jezus komt het goede nieuws brengen over wat God hier op aarde gaat doen. Dit eerste verhaal is niet een goede samenvatting. Allereerst niet goed, omdat het heel erg ik-gericht is. Hoe leef ik? Wat zijn mijn goede daden? Faal ik of, of, of heb ik het goede gedaan? Heb ik het goede geloofd? Begrijp ik het goede over wie Jezus is? De rode draad in de Bijbel heeft niet als focus ons gedrag. Ik zeg niet dat het onbelangrijk is, maar dat is niet waar het direct om gaat, maar het gaat over het doel wat God wil bereiken met deze wereld. Het plan van God heeft alles te maken met de aanvang, het zichtbaar worden van het koninkrijk van God hier op aarde, zijn heerschappij, zijn liefdevolle regering op aarde. En met de komst van Jezus gaat er iets veranderen. Er komt een verandering in de heerschappij, in de, in de macht die er is op aarde. Jezus spreekt heel vaak in de Evangelie over het koninkrijk van God. Heel veel gelijkenissen, heel veel voorbeelden van. Zo is dat koninkrijk. En zo ziet het eruit. En die mensen horen erbij. En hij liet het ook zien wat het inhield. En in Matthäus lezen we over het koninkrijk de hemelen. Feitelijk hetzelfde. En het is niet zozeer een plek. Een geografische plaats op aarde of ergens waar je naartoe gaat. Maar het is een plek die zichtbaar werd daar waar Jezus was. In de persoon van Jezus werd het Koninkrijk van God zichtbaar. En om niet te lang aan het woord te zijn, gaan we naar een filmpje kijken wat heel veel in korte tijd duidelijk maakt. Als jullie het filmpje willen instarten, graag. De Bijbel gebruikt de begrippen hemel en aarde om het over Gods wereld en onze wereld te hebben. Onze wereld begrijp ik heel goed. Hier leven we. Er zijn bomen, rivieren, bergen. Maar de wereld van God vind ik best wel vaag. Om ons te helpen het idee van Gods wereld een beetje te begrijpen, schildert de Bijbel er als het ware plaatjes van. Er zijn dus twee verschillende types werelden. Yes, inderdaad. Ze zijn verschillend van aard. Maar belangrijker is dat deze werelden in de Bijbel niet altijd van elkaar gescheiden plekken zijn. Je kunt hemel en aarde dus beter zien als verschillende dimensies die elkaar overlappen. Dus we hebben het wel vaak over naar de hemel gaan, maar we praten niet vaak over het idee van een hemel en aarde die elkaar overlappen. En dat is best wel vreemd, omdat de Bijbel uiteindelijk juist gaat over de eenheid van hemel en aarde. Over hoe ze ooit één waren, hoe ze van elkaar werden gescheiden en over hoe God ze weer bij elkaar brengt. Dus als we teruggaan naar het begin, de hemel en aarde elkaar toen helemaal? Ja, dat zie je goed in de Bijbelse beschrijving van de tuin van Eden. Daar leefden God en de mens perfect samen. Niet gescheiden dus. Mensen werkten als partners van God aan de ontwikkeling van een prachtige en bloeiende wereld. Maar wij mensen wilden het graag anders. We wilden het alleen doen. Wij wilden een wereld zonder God maken. Inderdaad. Dus nu zijn er twee werelden. Om het verschil duidelijk te maken, gebruikt de Bijbel verschillende woorden en uitdrukkingen. Toch zei je net dat deze werelden elkaar kunnen overlappen. Hoe werkt dat dan? Nou, daarvoor moeten we het over tempels hebben. Want volgens de visie van de Bijbel kon je God ervaren door naar een tempel te gaan. Daar overlappen hemel en aarde elkaar. In de Bijbel worden twee soorten tempels omschreven. De eerste is een tabernakel, in feite gewoon een tent, gebouwd door Mozes. En de andere was dat stenen bouwwerk, gemaakt door Salomo. Die tempels waren versierd met afbeeldingen van fruitbomen, bloemen en engelen en met voorwerpen van goud, edelstenen en dergelijke. Alles moest je het gevoel geven terug te zijn in de tuin. En in het hart van de tempel was het heilige der heiligen, de hotspot zeg maar van Gods tegenwoordigheid. Nu kunnen we dus weer bij God zijn. Nou, niet zo snel, want de tempel zorgt ook voor een probleem. Gods wereld is vol van goedheid, rechtvaardigheid en schoonheid. Maar in de wereld van de mens is zonde en onrecht en dus ledigheid. Hoe kunnen deze werelden elkaar dan overlappen? Ze zijn zo verschillend en zo in strijd met elkaar. Nou, dat werd opgelost door het offeren van dieren. Ja, dat is wel raar. Wat hebben dierenoffers hier nou weer mee te maken? Nou, het idee daarachter is dat het dier de zonde absorbeert. Alsof het in jouw plaats sterft. Je zou kunnen zeggen dat er zo een schone ruimte ontstaat. Waardoor je naar binnen mag in de tempel en in Gods aanwezigheid. Oké, okay. dus als Israëliet in Jeruzalem kan ik misschien in Gods aanwezigheid zijn. Maar je zei net dat het in de Bijbel gaat over het weer één worden van Hemel en Heren. Ja, zeker. Het verhaal gaat dan ook verder, totdat we bij Jezus komen in het Nieuwe Testament. In het Johannes-evangelie lezen we dat God mens werd in de persoon van Jezus en dat hij bij ons gewoond heeft. Dat woord gewoond is eigenlijk heel bijzonder. Letterlijk staat er hij tabernakelde onder ons. Johannes beweert hier dus dat Jezus zelf een tempel is. Hij zelf is nu de plek waar hemel en aarde één zijn. En het bijzondere aan Jezus is hierbij dat hij niet op een veilige, schone plek blijft. Hij gaat overal naartoe en trekt op met zondaars. Hij geneest zieke mensen en hij vergeeft hun zonden. Ja, je zou kunnen zeggen dat hij kleine stukjes hemel maakt waar mensen bij God kunnen zijn, maar dan wel midden in een wereld van zonde en dood. En hij zegt steeds weer dat Gods nieuwe wereld dichtbij is. Hij roept zijn volgelingen zelfs op om te bidden om de komst van Gods koninkrijk. En ook dat Zijn wil op aarde gedaan wordt, zoals dat in de hemel gebeurt. Maar veel mensen zien Jezus als een bedreiging en uiteindelijk doden ze Hem. Zo lijkt het hele plan om hemel en aarde weer bij elkaar te brengen te mislukken. Maar we moeten even terug naar het begin van Jezus' verhaal. Als Johannes de Doper Jezus ziet, roept Hij: Kijk, daar is het lam van God dat de zonde van de mensen wegneemt. Van Jezus wordt dus niet alleen gezegd dat hij een tempel is, maar ook dat hij het tempeloffer is. Ja, precies. Het kruis is de plek waar Jezus zonde op zich neemt om zo een schone ruimte zonder grenzen te maken. En dit gaat veel verder dan een dierenoffer. En dit is zo krachtig dat hemel en aarde op steeds meer plaatsen bij elkaar komen. Dit klinkt allemaal geweldig, maar ik blijf wel met de vraag zitten wat er gebeurt als ik doodga. Vlieg ik dan niet gewoon naar Gods wereld en ben ik dan niet bij Jezus? Nee, jawel, jawel. Het Nieuwe Testament zegt een paar keer dat christenen bij Jezus zullen zijn na het sterven. Maar dat is niet de kern van het hele Bijbelverhaal. Dat draait om Jezus, die hemel en aarde weer bij elkaar brengt, en hoe die eenheid compleet zal zijn als hij terugkomt. Het boek Openbaringen geeft een prachtig beeld van de tuin van Eden, nu in de vorm van een stad aan het eind van een tijdperk van zonde en dood. De hele geschiedenis van de mensheid valt dan op zijn plek in een vernieuwde schepping. En de werelden van God en mensen overlappen elkaar weer helemaal. Hele heldere filmpjes van de uh, Bible Project. Oorspronkelijk Amerikaans, maar ook in, uh, door de EO in het Nederlands uitgebracht. En uh, waardevol om die eens te bekijken. Heel begrijpelijk en in korte tijd... Um, worden daar hele heldere dingen uitgelegd. De geschiedenis van de aarde is dus een geschiedenis, een tragische geschiedenis, van uh, het hemelse en het aardse, wat eigenlijk nauw aan elkaar verbonden was. Vrije omgang tussen mens en God, maar heel snel, een paar bladzijden ben je in de Bijbel en dan zie je dat het misgaat. De mens kiest ervoor om autonoom te zijn, om. Om niet te luisteren naar wat God hen voorhoudt. Om niet te vertrouwen op Gods visie van wat goed en kwaad is. Maar ze wilden dat zelf bepalen. En dan ontstaat er kwaad in de wereld. En dan ontstaat er scheiding. En als we gaan kijken aan in het begin van de Bijbel, de allereerste bladzijde. Jullie kennen dat uit je hoofd, maar soms moet je kijken naar wat er niet staat. Er staat in de allereerste tekst, staat, in het begin, schiep God... De hemel en de aarde. De hemel en de aarde. Maar er staat niet in het begin: schiep God hemel, aarde en hel. Dat staat er niet. Wat hel ook is. We zien niet dat God het maakt in het begin. Er staat wel zeven keer op die eerste bladzijde. En zie, het was goed, het was zeer goed. De hel was daar niet, is niet door God bedacht. Wat de hel ook is. Het is niet door God gemaakt, maar het is aanwezig. We zien in Genesis hoofdstuk 4, meen ik al, dat Kain zijn broer Abel de hersens in slaat. Hij doodt zijn eigen broer. Daar wordt al iets zichtbaar van wat hel betekent: de dood doet zijn intrede. Mensen doen elkaar kwaad. Relaties worden verstoord. De zonde heeft een vernietigend effect. Het is feitelijk hel op dat moment op Aarde. En het is opvallend wat er staat in Jacobus. Jacobus is een broer van Jezus, heeft een brief geschreven. Een hele mooie, praktische brief. Aan het eind van je Bijbel. En daar zegt hij op een gegeven moment in hoofdstuk 3. Als hij spreekt over het gevaar van de tong. Dan zegt hij met die tong hè, kunnen we goede dingen doen. We kunnen, zoals we vanmorgen hebben gedaan, God prijzen. We kunnen hem loven. Maar met die tong kan je een half uurtje later kan je een rotopmerking naar iemand maken. Kan je iemand vervloeken. En dan zegt Jacobus dat die tong door het vuur van de hel in vlam wordt gezet. Dus de hel is niet iets van later, de hel is een realiteit hier en nu. De hel is op aarde in zoveel situaties aanwezig. En we kunnen zelfs daar ook door beïnvloed worden, als we negatief praten, als we zondigen, als we doen wat relaties kapot maakt, als we mensen die naar Gods beeld gemaakt zijn uh, beschadigen. En Christ zei in zijn gebed al: Hij had het ook over de, de vluchtelingen die nu het kleine beetje wat ze hadden niet meer hebben. Dat is hel op aarde zoals die mensen moeten leven. Mensen veroorzaken hel. God haat de hel. En alles wat met het kwaad te maken heeft. En het verlangen van God is en het verhaal van de Bijbel is dat God die hel uit de wereld wil wegdoen. Hij wil de gevolgen van egoïsme en hoogmoed en hebzucht en, en haat en nijd. Hij wil het wegdoen omdat het zijn schepselen beschadigt. En omdat het zijn mooie schepping kapot maakt. Het is zo in strijd met wat hij heeft bedoeld. Met de liefde die hij is. En in zijn liefde voor de wereld heeft God zijn zoon gestuurd. Om een boodschap te brengen dat de tijd gekomen is. Dat er verandering gaat komen. En overal waar Jezus kwam... Daar kwam het kwaad op hem af. Maar ook daar werd zichtbaar wat het koninkrijk van God was. Want hij confronteerde het kwaad. Hij liet zien wat werkelijk kwaad was. Hij ontmaskerde het en hij liet de, de ware aard van het kwaad zien in mensen en in situaties. En Jezus bracht dat koninkrijk overal waar hij kwam. En dat zien we als we het Evangelie naar Marcus lezen. Hij geneest zieken. Hij dreef demonen uit. En hij herstelt mensen. Hij brengt het koninkrijk. En de gevolgen van het kwaad moeten wijken daar waar hij komt. Het verhaal van de Bijbel is een van God die de wereld wil herstellen en de hel eruit wil hebben. En als wij een afkeer hebben van, van het kwaad, dan is dat meestal van de gevolgen van het kwaad. De uitingen ervan. En recent ook in het nieuws. Een enorm pedofiele netwerk in Duitsland. Vele volwassenen bij betrokken. Onvoorstelbaar de aantallen die ze noemen. Die hun eigen kinderen misbruiken en beschikbaar stellen voor anderen. Wogelijk wat daar gebeurt. En wij willen dat dat, dat, dat weggaat. Wij willen, wij willen dat niet. We vinden het wogelijk. Maar God gaat verder. En Jezus neemt dat nog veel serieuzer. Hij wil niet alleen die verschijnselen weg hebben. Maar hij wil die lust kwijt die in het hart zit. De zonde die het veroorzaakt, die eigenlijk in beginsel in ons allemaal zit. De neiging om onze behoeften te bevredigen ten koste van anderen. Hij wil niet alleen branden blussen, maar hij wil die vonk die ook onze tong in vlam kan zetten, wil hij verwijderen. En daar is het probleem. Hoe verwijder je het kwaad uit de wereld zonder de mens te verwijderen in wie dat kwaad zit? Waarin... De mens waardoor dat kwaad zich manifesteert. En ik denk dat alle mensen het met me eens zijn. Het zou geweldig zijn als God het kwaad wegdoet uit de wereld. Vinden ze prima. Maar je moet mij met rust laten. En hoe haal je dat weg zonder de mens weg te halen? Want het komt uit de mens voort. Weet je, en als je het vergelijkt met een tumor. Hè? Een levensbedreigend iets. Net als de zonde. Een tumor in het lichaam. Een tumor is heel makkelijk dood te maken. Daar hoef je geen arts voor te zijn. Als je een tumor kookt, is die dood. Echt, het weefsel gaat dood. Maar nu zit het tumor in een mens. En wat moet je dan? En dan heb je een bekwaam chirurg nodig. Als iemand voor je staat met een mes en het is je vijand, dan is dat niet fijn. Maar als er een chirurg voor je staat en je bent ziek en hij heeft een mes en hij is bewogen met jou en hij houdt van jou, dan is dat zeer welkom. Dan doet hij goed werk. God wil de hel uit de hemel verwijderen, maar hij wil de mens sparen, want die is kostbaar voor hem. En dus is dat goed nieuws. Jezus zegt ook. Mensen die ziek zijn, die hebben een geneesheer nodig. Mensen die al rechtvaardig zijn, die hebben dat niet nodig. En dan roept hij op, zijn boodschap is, bekeer je en geloof het evangelie. En dat bekeren houdt in, keer je om. Je leeft nu zonder God, draai je om, ga heel anders leven en erken een heer boven jou dat Jezus heer is. Erken Jezus als koning. Ga anders leven. En hij zegt ook tegen diverse mensen, volg mij na. Doe als ik. En de komende maanden gaan we daarvan leren. Hoe is dat dan, die weg van Jezus gaan? Waar het kwaad altijd neemt en altijd bestaat ten koste van een ander, is daar Jezus en die is daar altijd gevend. Hij geeft altijd en hij is altijd gericht op het welzijn van de ander. En dat gedrag was zo aanstootgevend voor het kwaad dat dat gelijk op hem afkwam. De verzoeking in de woestijn was gelijk, de Satan die probeerde hem te verleiden om ook egoïstisch te zijn, om ook hoogmoedig te zijn. Maar, maar Jezus heeft geen moment toegegeven om ook zich schuldig te maken aan dat kwaad. Hij heeft de hel constant op een afstand kunnen houden. Maar je ziet als je de geschiedenis leest, het leven van Jezus, dat er constant aanvallen waren op hem. En uiteindelijk komen echt alle machten op hem af. In de volle omvang komt het op hem. En uiteindelijk komt het zover dat ze hem slaan aan het kruis. Dat ze hem spijkeren aan dat vervloekte hout. Alsof hij een, een terrorist is, een misdadiger is. En dat is het moment van het kruis. Wat we in het filmpje ook zagen: het kruis. Waar hij eigenlijk al het kwaad, alle zonde in zich opneemt. Onze zonde droeg. Het offerlam wordt dat de zonde van de wereld wegneemt. Voor een ieder die gelooft. En het kruis is zo'n bijzondere plek. En het is eigenlijk zo moeilijk uit te leggen wat daar gebeurt. Het is aan de ene kant de plek waar de liefde van God op zijn hoogst zichtbaar wordt, doordat God mensen zo lief had dat hij zijn zoon gaf. Zo groot was zijn liefde. Toen Jezus aan het kruis hing, zei hij nog, vader vergeef het ze, ze weten niet wat ze doen. Hij bleef vol van God, hij bleef vol van de hemel. Het was niet uit hem te slaan. Maar het kruis is ook de plek waar het kwaad en de zonde van de mens zo zichtbaar wordt. Dat we in staat zijn om een onschuldige, de zoon van God, die het koninkrijk van God kwam brengen, die zieken genast, die demonen uitdreef, dat we die aan een, aan een, aan een hout spijkeren, dat we die kapot slaan. Allebei op hetzelfde moment. De liefde van God en de hel van de wereld wordt daar zichtbaar. Het kwam volledig over hem heen. En dan is het zo mooi. Het kwaad had zijn uiterste troef uitgespeeld. De dood. Hij kon, het kwaad kan niet verder gaan dan de mens doden, het leven ontnemen. En dan zien we dat na drie dagen Jezus opstaat uit de dood. En dat betekent dat het leven van Jezus, het leven door de liefde, krachtiger is dan de dood. Dat er overwinning is. Dat het kwaad uiteindelijk verslagen zal worden. En Jezus is de overwinnaar. Het kwaad is overwonnen. De hel en haar macht hebben niet het laatste woord. Want hij kwam uit het graf. En Jezus leeft nu een nieuw leven. Hij heeft in de tijd dat hij nog op aarde was verteld over dat koninkrijk van God. En hij zegt tegen mensen, ga leven zoals ik dat doe. Volg mij na. En weet je, als dat de enige boodschap is die aan mensen brengt, is dat al mooi? En dan gaan ze het proberen en dan merken ze: ja, maar dat lukt me niet. Ik doe elke keer weer van die rotte dingen en, en het lukt me niet. En dan is daar Pinksteren. Dan is daar de kracht die Jezus uit de dood deed opstaan, die maakt dat wij in staat zijn te leven volgens het koninkrijk van God. Die maakt dat we vanuit liefde kunnen handelen. Dat is eigenlijk wat. Um, wat Paulien Joosten vorige week vertelde, dat zwarte hart, dat moeten we kwijt. Daar moet de hel uit verwijderd worden. Dat mogen we aan Jezus geven. En het bloed van het offerlam was het schoon. Zoals ook de profeet al voorspelde, dat stenen hart moet worden weggenomen. En er moet een hart van vlees gegeven worden. En dan, dan maakt hij dat we naar zijn inzettingen kunnen wandelen. En dan is het Gods verlangen dat wij het koninkrijk gaan leven... Dat overal waar wij zijn, waar wij spreken, waar wij handelen, dat het zichtbaar wordt. Het is een prachtige tekst ook in Colossense 1 waar staat, God heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonde. We zijn overgebracht, we hebben ons bekeerd en God heeft in ons een, het werk van de wedergeboorte gedaan, een nieuw hart gegeven. Zijn heilige geest gegeven, Zijn kracht, dezelfde kracht waardoor Jezus deed wat Hij deed, is ons gegeven. En nu kunnen wij leven zoals Jezus deed. Wij mogen ook demonen uitdrijven, wij mogen ook zieken genezen, wij mogen het koninkrijk laten zien. En het is niet een koninkrijk van woorden, maar een koninkrijk van kracht. Niet de wereldse kracht, niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer. En weet je, ik wil het toch even vertellen. De doop. Binnenkort is er een doopbespreking. Daar ga ik ook geen reclame voor maken, maar, maar de doop is echt belangrijk. Het is geen bijzaak. Als Colossense zegt dat we zijn overgebracht uit de macht der duisternis en geplaatst in het koninkrijk van God, dan is dat precies wat de doop laat zien. Je sterft af, je hebt je bekeerd en je zegt: ja, Ik hoor niet meer bij deze zondige wereld, ik hoor niet meer bij dat rode gebied. Nee, ik wil voortaan in het koninkrijk van God leven. En dat is wat er gebeurt. Je staat op en je wordt geplaatst in het koninkrijk van God. En daarom ik wil je echt aanmoedigen, als je dat nog niet hebt gedaan, en je kiest ervoor om koning Jezus te dienen en te volgen, om Jezus als Heer te erkennen. Niet alleen als Verlosser, dat je weet dat Hij voor jou gestorven is, zodat je naar boven gaat, maar dat je ook hier op aarde kiest om Jezus als Heer te volgen. Niet jij op de troon van je leven, maar Jezus. Weet je, laatst, ik keek naar Eva Jinek, het praatprogramma. En daar was een, een, een journaliste die was gewond geraakt bij de demonstraties in Wit-Rusland. Ze had granaatscherven in de been gekregen. En Eva Jinek vroeg op een gegeven moment: hoe komt het nou dat in Wit-Rusland, na al die jaren onderdrukking door Alexander Lukashenko, nu ineens zo'n opstand is? Ineens zo'n beweging van mensen die zeggen: ik ben het zat. En zij ze zegt: er is nu een generatie die heeft gezien. Op social media, op YouTube, die heeft gezien dat het anders kan. Die ziet in de wereld dat er landen zijn waar het anders kan. Dat we niet zo hoeven te leven in onderdrukking. Dat we geen slaven hoeven te zijn. Maar dat er vrijheid is. En ze zeggen ze zijn het zat en ze komen in opstand. En soms is er maar één persoon voor nodig die dat aanzwengelt. En dat is precies wat Jezus heeft gedaan. Hij is gekomen en heeft gezegd het Koninkrijk van God ziet er zo uit. Het kan anders en het moet anders. En de kracht die daarvoor nodig is, die zal ik je geven. En ga dan heen. En er staat ook in Matthäus 24 dat dat evangelie van het koninkrijk in de laatste dagen gepredikt zal worden. En ik wil eraan meedoen, want het is een belangrijke boodschap. Het wordt tijd dat dat koninkrijk zichtbaar wordt. Ook in ons midden mag dat zichtbaar worden. Overal waar jij komt, als dienaar, als discipel van Jezus, wordt iets van dat koninkrijk zichtbaar. En dat hoeft niet altijd een hele grote, opzichtige wonderen en tekenen, maar ook als jij oog hebt voor mensen in nood, als jij liefdevol je buurvrouw helpt, als jij boodschappen doet voor iemand, als je een positief woord spreekt in plaats van te klagen, dan wordt dat koninkrijk zichtbaar. Maar zou je zeggen, ja, Jezus kwam en dat koninkrijk kwam, maar ik zie er niet zoveel van. Nou, het is nog niet volledig aanwezig. Dat mag duidelijk zijn. Daar hoef je niet zo heel veel je best voor te doen om dat te ontdekken. Maar de Bijbel laat zien, als je naar de laatste bladzijden gaat, dat het eens nieuw zal worden. Dat eens dat koninkrijk de hele aarde zal omvatten. We lezen op de laatste bladzijden over het nieuwe Jeruzalem. Dat is een astronomisch grote stad die uit de hemel neerdaalt op aarde. Er is weer verbinding tussen de hemel en de aarde. En ik heb het hier getekend. Hemel en aarde, ze gaan elkaar weer overlappen. En op dat moment is er geen enkele plek meer voor de hel. En dat staat ook op die laatste bladzijde. In die stad waar alle volken wonen die uh, gered zijn. Daar zal geen vervloeking meer zijn. Daar zal geen zonde meer zijn. Daar zullen de, de, de dieven, de, de goddeloze mensen, de mensen die de leugen lief hebben en doen. Daar is geen plek voor. En die zijn allemaal buiten de stad. Ze zijn buiten de stad en de hemel en de aarde zijn vol van de heerlijkheid van God. God is allen, alles en in allen staat er. Er is geen zon meer nodig, geen maan, want God is het licht. Er is geen tempel, want God is de tempel. Het is vol van de heerlijkheid van God. Dat is wat God voor ogen heeft. De helderheid en de heerlijkheid van God zichtbaar op die nieuwe aarde. En dat is een geweldig vooruitzicht dat we hebben. Dat is een heerlijk iets wat gaat komen. De toekomst is onvoorstelbaar goed. Maar we zijn hier en nu. En God vraagt van ons om hem na te volgen. Om een discipel van Jezus te zijn. En we gaan daar de komende weken veel van leren. En het is belangrijk dat we het niet alleen maar gaan leren, maar dat we het gaan doen. Dat we ook in de volmacht die Jezus ons geeft, de autoriteit die we hebben, gaan wandelen. En de dingen gaan doen die Jezus doet. Het is echt een hele spannende tekst in Marcus. Hè? De dingen die ik doe, die zult jij doen en grotere dan deze. Je zult zieken genezen. Je zult demonen uitdrijven. Maar het is er. De kracht, niet, niet omdat wij zo geweldig zijn, maar de kracht van de Heilige Geest is onveranderlijk. De kracht die Jezus uit de dood deed opstaan, is werkzaam in ons. En Hij maakt van jou en van mij een tempel van de Heilige Geest. En weet je nog, die tempel is de plek, een hotspot, waar God zichtbaar is. Waar Hij merkbaar wordt in onze omgeving. En dat mogen we gezamenlijk doen en dat mogen we afzonderlijk doen op de plek waar God ons stelt. En dat doen we tot het geweldige moment dat elke knie zich zal buigen en elke tong zal beleiden dat Jezus Heer is. En er zijn eigenlijk maar twee soorten mensen, zei C.S. Lewis volgens mij. Mensen die zeggen, Uw wil geschieden, uw koninkrijk komen. En er zijn mensen tegen wie God zegt, jou wil geschieden. En maak je eigen koninkrijk maar. Maar dat is buiten de stad, buiten de hemel en aarde die gaat komen... En dat is ook een boodschap die mensen moeten weten. Amen. Laten we nog bidden met elkaar. Vader in de hemel, dank u wel voor uw geweldige plan. Uw plan om hemel en aarde weer te verenigen. Heer, om uw heerlijkheid op aarde te brengen. Om de hel uit deze wereld, die zo prachtig gemaakt is, maar die zo pijnlijk is en vol verdriet. Om die eruit te, te werken. Dank u wel, Heer Jezus, dat U bent gekomen. Hier als een, als een zoenoffer. Zodat ook de zonde die in ons leeft is weggedaan. En dat we geen zondaars meer zijn, maar kinderen van God. En dat Uw Heilige Geest in ons woont. En help ons, Vader, om mee te werken in Uw Koninkrijk. Om niet gericht te zijn. Op ons gedrag, maar gericht te zijn op uw belang, op uw plan, namelijk dat uw koninkrijk mag komen en dat uw wil mag geschieden, in de hemel zo ook op aarde, want dat wilt u. Heer, en dan zegt u: al het andere ontvang je bovendien. Hier maken ons als gemeente ook klaar om uw koninkrijk zichtbaar te maken. Heer, en als we niet met z'n allen bij elkaar kunnen komen, dan zijn er zoveel andere mogelijkheden om uw koninkrijk te manifesteren hier op aarde. Geef dat we daarop gericht mogen zijn. Heer, en geef dat we de, de eer en de glorie van uw naam voor ogen mogen houden. En mogen laten zien dat u heerst over alles. Dat u koning bent en aan uw koningschap komt geen eind. Dank u wel, Heer, voor de toekomst die zeker is. Daar, daar zien we naar uit. En tot die tijd willen we u volgen. Amen.